Minister Rieleveld brengt kennismakingsbezoek aan SBB. Ramadan vandaag gestart. CARICOM regeringsleiders bereiken overeenstemming over kwestie herstelbetalingen. De minister van RGB, Steven Rieleveld, doet mee aan de estafetteloop bij het ministerie. Dit betekent dat de minister de snelste sprinter is die het ministerie moet begeleiden naar de eindstreep. Dit werd vandaag gezegd tijdens het kennismakingsbezoek van Rieleveld aan de stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Romeo Chenaloy, voorzitter van de bond bij SBB, geeft aan in een later stadium een bezoek te brengen aan de minister om van gedachten te wisselen. We hebben onze eigen zaken ook binnen SBB die we aan hem zullen voorleggen op een ander moment. Vandaag is voor het welkom eten. U weet dat wij dadelijk ook een nieuw bondsbestuur zullen hebben bij de SBB. En wanneer wij zijn ontvangen door de minister, zullen wij onze wensen en grieven ook daar neerleggen. Ja? Minister, het personeel staat klaar om u onder alle omstandigheden te ondersteunen. De estafettestok is nu bij u, zei Carlo Schulen, voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij verzekerde de minister dat het beleid dat wordt gevoerd door SBB transparant is. De stok is nu in uw handen gelegd, heer minister. En in deze race hebt u ook een voorsprong. Want uw voorgangers die hebben de weg al voor u geplaveid. En wij zijn uw supporters, u kunt gevraagd en ongevraagd rekenen op de volle ondersteuning van het bestuur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Rieleveld, die de opdracht heeft de komende 2 jaar het ministerie te leiden, wil zich bezighouden met capaciteitsversterking. De bewindsman maakte de SBB ook een compliment. Jullie hebben een GPS-systeem, maar ook een GIS-systeem waardoor de kaarten van onze bossen allemaal in de computer terug te vinden zijn. En bijna wil ik u vragen om mijn domeinkantoor ook te ondersteunen met zo'n systeem, om onze percelen ook in kaart te kunnen brengen. We zitten hier in een huurpand en eigenlijk ben ik niet de persoon die van huurpanden houdt. Het is altijd leuk om je eigen pand te hebben. En ik denk dat u het ook aangenaam zult vinden als u in uw eigen pand zit. Het heeft geen zin om jaar in, jaar uit zoveel huur te betalen. Niets tegen de huurder, verhuurder. Maar het is gewoon een feit dat het altijd beter is om in je eigen pand te zitten. Dus wij moeten gaan kijken hoe wij daar invulling aan kunnen geven, zodat u op kort termijn ook in een eigen pand kunt zitten. Na de kennismaking met het personeel kreeg de bewindsman een presentatie over de werkzaamheden van de SBB. Het is vandaag het begin van de vaste maand voor de moslims. Echter beginnen niet alle organisaties vandaag met vasten. Volgens de leer van de Koran wordt pas gevast als de eerste waarneming van de nieuwe maansikkel geschiet. Deze kan volgens Stanley Supaviro, hoofd eredienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met de religie, dinsdag of woensdag starten. Als de maan dinsdag niet te zien is vanwege bewolking, kan het vaste woensdag van start gaan. Volgens de astrologische gegevens is het echter vandaag nieuwe maan. Tijdens de Ramadaanmaand wordt zelfdiscipline aangekweekt. Ook tonen en voelen de moslims verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. De Ramadaan eindigt met het Idul Fitr, oftewel bodden of suikerfeest, waarbij er uitbundig gefeest wordt. De animo voor een betrekking binnen het onderwijs en of een administratief beroep veroorzaakt een gat in de arbeidsmarkt van overige sectoren. Dit merkt minister Michel Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu op nadat de verschillende middelbare scholen hun uitslagen vandaag hebben gepresenteerd.
Volgens Miskin ontstaat een situatie waarbij steeds meer buitenlanders worden aangetrokken om de open functies binnen de minder aantrekkelijke sectoren in te vullen. En men vraagt dan vergunning aan om dus mensen binnen te brengen. Je hebt een procedure. We kijken of de mensen dus een gevestigd bedrijf hebben. Is het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Heb je advertenties geplaatst in de kranten om bepaalde mensen aan te trekken? Hoe is de reactie geweest alvorens wij hiertoe overgaan om toestemming te geven? Een voordeel is de recente aankondiging over Haiti, die aangeeft dat een aantal arbeiders zullen worden ingezet binnen de Surinaamse arbeidsmarkt. En zo zijn ook andere bedrijven geruime tijd bezig om met buitenlanders de vraag naar arbeiders te beantwoorden. Ik zeg niet dat Surinamers niet functioneren in de andere sectoren, maar niet voldoende. Er zijn niet voldoende medewerkers om de dienstverlening te stabiliseren of eventueel te optimaliseren. En als de AMC's selectief blijven groeien, kan dat enigszins een gevaar vormen. Volgens de rapporten van het ministerie van ATM moeten een aantal sectoren versterkt worden. We hebben gezien dat er dus in de agrarische sector er tekorten zijn. Visserijsector, bosbouwsector, de mijnbouwsector. Zelfs voor een... de veiligheidssector, de securitykrachten, is er een tekort. Ook in de technische branche, monteurs en dat soort zaken, ook in de bouwsector, daar zijn er tekorten. Miskin merkt verder op dat het onlangs geïmplementeerde nationale zorgstelsel in zekere mate mee kan helpen aan het wegwerken van dit probleem, aangezien gezondheidszorg één van de zorgpunten van werkzoekenden is. De onregelmatigheden binnen het taxiwezen en boottransport in het oosten van het land moeten onherroepelijk een halt toegeroepen worden. Dit zegt minister Falisi Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme. Dagelijks is er sprake van een onoverzichtelijke situatie langs de waterkant te Albina. Taxi- en boothouders zijn te opdringerig naar de klanten toe. Er wordt aan tassen en aan klanten zelf getrokken. De minister zegt dat dit gedrag naar de klanten toe niet goed is te noemen. Deze sector zal geordend moeten worden omdat het gaat om de veiligheid van de mensen. Als de zaak niet goed geordend is, wanneer ze daar rommelig aan toe gaat, wanneer er een hosselgedrag ten toon wordt gesteld, zal je het geval voor wat betreft het geren, het getrek van toeristen, van passagiers, aan hun tassen, aan hun bezittingen zich zullen voordoen. Ik denk dat dit ook debat is aan de taxihouders en ook aan de bushouders. En ook natuurlijk aan de boothouders. Hè. Men zou met elkaar moeten afspreken wie eerst aan de beurt komt. Dan hoeft men niet te rennen, niet te schoppen, niet te trekken aan de mensen hun goederen of hun bezettingen. Ruim 120 taxi- en 80 boothouders verdienen in deze branche hun dagelijkse brood. Er is een goedkeuring gegeven binnen de Raad van Ministers om een tarievenlijst te introduceren voor de boothouders. Daar zou natuurlijk spelregels voor moeten komen. En ik denk dat ze in samenspraak deze zaken kunnen opheffen. We zullen als overheid nog steeds blijven werken aan de accommodatie die nodig zijn om die bussen te laten parkeren. Ook die boten op ordelijke manier. We zullen het samen moeten doen. Ook met de boothouders, ook met de bushouders en de taxihouders. Met de maritieme autoriteit, het ministerie van Justitie en Politie en het districtscommissariaat wordt er naar een duurzame oplossing gezocht, zegt de TCIT-bewindsman tot slot. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht heeft in de afgelopen periode 102 concessies verstrekt. Concessiehouders die zich niet aan de regels houden van duurzaam bosbeheer worden hiervoor gestraft, zegt Pearl Schultz, algemeen directeur van de SBB.
Schild zegt dat er wordt gehandeld conform het beleid van de regering. Hij geeft aan hoe de concessies onderverdeeld zijn. We hebben 66 kortlopende concessies. Dat zijn concessies kleiner van 0 tot 2000 hectare. We hebben 33 middellanglopers van 5 tot 4000 hectare. En twee grote concessies, dat zijn van 5000 tot 100.000 hectare. Schultz zegt dat de slapende concessies zijn ingetrokken door de regering. De concessies die nu zijn uitgegeven worden benut. Het gaat om duurzaam bosbeheer. Als men zich niet aan die regels houdt, dan zou men niet meer voorkomen in die lijst. Want bij het aandringen van deze regering is het bewerkstellig. Het afgelopen jaar, ook nog in het jaar daarvoor, dat niet optimaal benutte concessies zijn ingetrokken. Dus de slapende concessies en ook mensen die zich niet hebben gehouden aan die concessievoorwaarden. Dus niet als je niet, als je produceert, je doet het niet volgens de regels, heb je ook kans dat het wordt ingetrokken. Want in je concessie en beschikking komt alles voor waar je moet houden en waar je moet voldoen. De aanvraagprocedure voor een concessie is vastgelegd in de beschikking aanvraag exploratievergunning en concessie van 17 februari 2000. Doordat leerlingen mondiger en vrijer in hun opstelling zijn, zal het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, RKBO, een andersoortig beleid uitvoeren. Het strenge beleid dat door deze organisatie werd uitgevoerd op de scholen, zal worden aangepast in het nieuwe schooljaar. Bij evaluatie is gebleken dat onderwijzers en schoolleiders niet hiermee kunnen omgaan. Het leidt zelfs tot afschrijvingen of zorgt voor spanningen tussen leerkrachten en leerlingen. Ricardo Kenswil, directeur van het RKBO, die wil dat dit tot het verleden gaat behoren, merkt op dat er veel ontwikkelingen zijn bij de jeugdigen. We hebben nu te maken met andere kinderen, andersoortige kinderen. Dus de school moet daar ook kunnen inspelen. We zijn gesteld op onze, onze schoolregels. Dat leerkrachten ook een voorbeeldfiguur moeten zijn. Ook naar de kinderen toe. En over die dingen gaan we praten. Die andersoortige kinderen. Over welke kinderen heeft u het? Als u praat over andersoortige kinderen. Nou, u weet, kinderen zijn tegenwoordig anders. Ze zijn toch een beetje mondig geworden. En wij als school moeten ook daarop kunnen inspelen. De meeste kinderen hebben tegenwoordig een BlackBerry. Het is verboden op scholen. Wij als organisatie, wij gaan ook naar hoe kan je dat in positief gebruiken. En dat zijn gesprekken die we voeren met onze schoolleiders. Hoe kunnen we de kinderen van deze tijd beter voorbereiden en dat ze vooral met plezier naar school gaan. De directeur meldt verder dat hij een hoger slagingspercentage verwacht van alle niveaus van het RK-onderwijs. Ook de directeur van de EBGS, Mildred Demon, kijkt uit naar een hoger slagingspercentage dan vorig jaar. Op verschillende manieren zijn leerkrachten getraind om de leerstof op een andere manier over te brengen, zodat de leerlingen betere prestaties kunnen leveren. Ik zie wel progressie en ik zie lichtpunten. Vorige week zijn er 21 leerkrachten afgestudeerd voor het vakgebied rekenen. En met name ook leerkrachten die lesgeven op scholen in het binnenland hebben deze opleiding gevolgd. Dus ik verwacht de komende jaren dat we die progressie die we nu ingezet hebben gaan verbeteren. Maar waar we ook als Surinaamse gemeenschap rekening mee moeten houden, onderwijsontwikkeling realiseer je niet in een dag. Je moet een lange termijn visie hebben. En vaak als het tegenvalt, dan ben ik ook verdrietig hoor. Want let wel, als er slechte resultaten zijn op landelijk of binnen een EBG-school, dan ben ik heel geëmotioneerd. Afstemming van leerkrachten en leerlingen op de recente ontwikkelingen kan een goede invloed hebben op de intermenselijke verhoudingen en de uiteindelijke schoolresultaten. 23 banieren beelden sinds vandaag door tekst en afbeelding de slavernijgeschiedenis uit en geven een historisch beeld van de slavernij in West-Indië, voornamelijk in Suriname. De bibliotheek van de Antonecom Universiteit hield vandaag een banierententoonstelling over de slavernij.
De manieren van de bijzondere collectie van de Universiteit van Amsterdam en van verschillende verzamelaars. Jurgen Rijman, Surinaams-Nederlandse cabaretier, en zijn dochter Melody, studenten geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, leverden een bijzondere bijdrage aan de expositie. Zij presenteren Rijmans keuze, een selectie van 10 spraakmakende objecten uit de tentoonstelling. Jurgen Rijman vertelde de verhalen omtrent de manieren. De tentoonstelling duurt tot en met 31 augustus 2013. Goedenavond.